mijn beste vrienden, Paramaribo groeten met een Grand Bibres, straight from the heart, yes. We hebben nu een paar dagen gemist vanwege een noodzakelijke renovatie in de studio. U gaat het merken aan de verschillende dingen die wij gaan aanpakken zo dadelijk. In de afgelopen tijd is natuurlijk aan de orde gekomen door iedereen al, en daarom doen wij het ook nogmaals, een klein stukje, het eerste jaar van Santoki. En de VP. Nou, een van de meest opmerkelijke zaken is het feit dat de vice-president Ronnie Brunswijk, de minister, heeft ontslagen en een nieuwe minister heeft benoemd. En in onze grondwet staat dat de president ministers benoemt en ze ontslaat. Maar in dit geval heeft de VP, minister Diana Pocky, ontslagen. Nou, hij heeft daarvoor een andere minister in de plaats gezet. En dat is natuurlijk ook gewoon overgenomen door de president. Maar we hebben een vraag, we hebben een vraag. Beste vrienden, wij vragen ons af. En ik hoop dat u ons kunt begrijpen. En natuurlijk kunt u dat, want u bent verschrikkelijk slim. Luister nou. Wanneer gaat Ronnie Brunswijk, de VP, de president ontslaan? Kijk. Dat had u niet verwacht. Je moet het eerlijk zeggen. Dat had je niet verwacht. Maar dat is de essentiële vraag. Want heeft Suriname verteld het rond? De president loopt aan het lijntje bij de vicepresident. Onze constitutie, de grondwet, die zegt: president ontslaat en hij benoemt. Maar na een jaar hebben we geconstateerd en we treden in herhaling dat de vicepresident ministers ontslaat en ze ook benoemt. Ja, de benoeming, dat is een formaliteit, dat laat hij over aan de president. Maar goed, beste vrienden. Dus wij zijn danig in de war, maar we hebben meer nieuws voor u en we verpakken het voor u in verschillende kleine video's om u natuurlijk weer een beetje te laten zien en te laten merken. Wij zijn er en we zijn er om te blijven. Paramaribo groet u! Suriname, unite. If we don't unite, we are going to lose every fight. Tot later! Ha ha ha.